Konnichiwa. We gaan naar Hondaland. We gaan naar Japan. Weinig actie op het circuit vandaag. Dat is jammer. Maar wat is het eigenlijk voor circuit? Is het gunstig voor Max? Ik denk het wel. Het is gunstig voor Max en voor de Red Bull. Dus de Honda ook natuurlijk. Het is een thuiswedstrijd voor Honda. Daarnaast is het ook een beetje een Nederlands circuit, zou je kunnen zeggen. De ontwerper is namelijk Hans Hugenots, een bekende Nederlands circuitdesigner. Een Nederlands tintje, lekker. En heeft hij dit circuit dan ook een beetje ontworpen voor Max? Nee, want het circuit is een stuk ouder dan Max. Dus toen dat gebeurde, toen was Max nog niet actief in de Formule 1. Ik denk nog niet eens actief in de autosport. Misschien was hij nog niet eens geboren. Ik weet eigenlijk wel zeker dat hij nog niet geboren was. Waar we ook rekening mee moeten houden is dat dit het eerste circuit is waar Max met de Formule 1 auto officieel heeft gereden. Hij reed namelijk in 2014 de eerste vrije training voor Toro Rosso toen de tijd. Ik zag een filmpje waarin hij nu uitlegde hoe hij dat toen beleefd had. Oh. En hij vond het allemaal heel erg spannend en hij was onwijs onder indruk van de acceleratie. Het eerste keer dat hij pits uitreed, had hij geen idee hoe hij dit moest gaan doen en hoe hij dit onder controle moest gaan houden. Daarnaast is het een circuit waar Max dus nu al 5 jaar komt en de afgelopen 3 jaar op het podium is geëindigd. Wat misschien wel een beetje een domper is voor de meeste mensen, er is geen kwalificatie vandaag. Nee, die is uitgesteld. We hebben natuurlijk, daar gaan we ons ook op focussen, de tyfoon die eraan komt. Het schijnt dus de heftigste in de afgelopen 40 jaar te worden in Japan. En ze hebben dus een beetje zorgen en al uit voorzorg dus daarom de kwalificatie verschoven naar Nederlandse tijd zondag ochtend 3 uur. Heel vroeg dus. Ik verwacht dat niet heel veel mensen hem gaan bekijken. Dus de hele zaterdag hebben we geen actie. De eerste en tweede vrijtraining hebben we wel al gehad. De tweede vrijtraining stond Max derde achter de 2 Mercedes'en voor de 2 Ferraris. Dus als dat ook weer zo kan zijn in de kwalificatie, doen we natuurlijk heel goed. En goede kans dat het ook nat wordt in de quali. En dan verwachten we sowieso iets meer van Max. De tyfoon benoem je, dat is een storm. Ja. En dat is best wel heftig in Japan. Wat nou als die storm continu blijft? Wat dan? In Nederland zou die ook best wel heftig zijn hoor. Maar als die blijft, dan is de tweede vrije training de startopstelling voor de race. Als ze dus helemaal niet kunnen kwalificeren, dan gaat Max dus derde starten achter de 2 Mercedes'en. En we weten allemaal, Max is goed met regen. Ja, Max is goed met nattigheid. De Mercedes niet, als we terugkijken naar Duitsland, daar hadden ze het echt moeilijk. En als je dan nu naar de tweede vrije training kijkt, waar de Mercedes als enige voor Max stonden, biedt dat toch wel een beetje hoop als het straks nat is. Ik zag je gewoon uit. Dank je. We gaan naar de technische vraag, Stijn, in deze week van Gerda Pisbotje. En die vraagt, het ene circuit vraagt meer van de remmen dan het andere. Wisselt de specificatie van de remschijven per circuit waarop gereden wordt? En hoe lang gaat een setje remmen mee in de Formule 1? De specificatie die wisselt niet zozeer. Je kiest als team eigenlijk aan het begin van het seizoen voor een remleverancier, een remschijf en remblokleverancier. Ik denk dat ze er 1 of 2 sessies mee doen. Ik weet zeker dat ze voor de kwalificatie in ieder geval een nieuw setje gebruiken. En ik denk dat ze dan voor de race ook weer een nieuw setje gebruiken. En dat ze per auto iets van 5 setjes voor zo'n weekend meenemen. Ja. Ik vond je antwoord vrij adrem. Stijn. Zeel. Als ik nu zou weglopen, ja. Ben je dan een woestijn? Ik ben een fucking grap. Ja. Oh jeetje, oké. Zo, dat was echt een epische brug naar het scherm. Want we hebben het scherm weer teruggebracht. En op het scherm gaan we natuurlijk circuit anatomie bespreken, hè? Stijn, waar gaat Max vlammen? Op een paar verschillende plekken. Ten eerste op de S's. Dat zijn bocht 3, 4, 5, 6, 7. Zeker een sterk punt voor Max en voor de Red Bull auto. Daarnaast hebben we ook een paar rechtstukken. Daar zal dit iets minder goed gaan doen. Maar in de tweede sector gaat het weer leuk worden. Hier is ook een goed inhaalpunt. Je komt al sturend op de bocht af, daarnaast een harde remzone. Makkelijk om een wiel te blokkeren, maar ook makkelijk voor Max om het verschil te maken en wellicht in te halen. Hebben we vaker gezien hier, dus kan gebeuren. Vervolgens hebben we in de laatste sector niet echt een heel goed punt voor Max. Wat wel leuk is altijd om te zien is die bocht 15, die is namelijk in principe vol gas. In ieder geval als het droog is, in de regen ben ik heel benieuwd. En hier opnieuw een inhaalpunt, de laatste chicane. Hier hebben we ook al het legendarische moment tussen Prost en Senna gezien. Ja. Toen ze voor het wereldkampioenschap vechten, was een heel mooi moment. Maar goed, ook sterk voor Max. Dankjewel. Nee, helder Stijn. Goede uitleg. Laten we hopen dat Max podium pakt. En er is natuurlijk ook weer een heleboel gebeurd op het Instagram. Ja. Laten we er even naar kijken, want we staan hier nu toch zo lekker te chillen. Ja, eerst hebben we een foto van Max en Takuma Sato. Takuma die in een hele oude Honda Formule 1 rijdt en Max die in
Sebastian Vettel zijn Formule 1 wereldkampioenschap winnende Red Bull auto rijdt. Je kan ook goed zien dat de Formule 1 auto's van tegenwoordig echt een stuk groter zijn dan, los van dat ze veel gedetailleerder zijn, een stuk groter zijn dan de auto's van toen. Mooi om naast elkaar te zien. Dus je moet kiezen, de auto's van toen of de auto's van nu? De auto's van nu. Ik hou toch wel meer van die mooie techniek. Hoeveel respect ik heb voor die oude auto's en vooral de coureurs die erin hebben gereden. En de motoren. Max, een helm matcht wel mooi met die oude Honda, hè? Ja, nee, dit is wel gaaf hoor. Goed, we gaan naar het volgende Instagram-fragment. Carlos Sainz en Lando Norris. Toch wel het bekendste Instagram-koppel van de Formule 1 van de afgelopen, nou ja, hele lange tijd. Ze hebben elkaar weer een beetje lopen vermaken. Namelijk door nu, zo volwassen als dat ze zijn, elkaar helemaal vol te kladderen met de stift. En nou ja, ik moet zeggen, ze hebben het wel leuk gedaan. Een paar traantjes bij Carlos. Ja, dit is wel leuk. En ik vind het leuk dat ze zelfspot hebben en dat ze er een beetje om kunnen lachen. En ik verwacht nog heel veel van hun dit seizoen qua Instagram en leuke grapjes. Laten we hopen dat ze er nog even mee doorgaan. Dat is leuk. Denk jij dat als ze straks elkaar een keer van de baan afrijden, dat het dan ook gelijk gebroken is? En dat we dan al die lol op Instagram moeten gaan missen? Denk het niet. We hebben hier een mooi filmpje van de persconferentie, die natuurlijk voor het weekend wordt gehouden. Max en Carlos dagen elkaar uit voor een mooi FIFA-potje. More FIFA. More FIFA. Saturday. I brought it here, so if you want to have a game on Saturday. More with support. Yeah. If you're ready to lose. Wat Carlos alleen misschien niet weet, is dat Max een van de beste FIFA-spelers ter wereld is. Hij heeft natuurlijk laatst een tournament meegedaan waar hij heel hoog is geëindigd. Dus zoals je ziet, Carlos doet een beetje stoer en die denkt wel dat hij gaat winnen. Er wordt natuurlijk weinig gedaan op zaterdag, dus waarom niet een potje FIFA? Ik ben heel benieuwd naar de uitslag. Hoe gaat het podium eruit zien zondag? Oeh, ja, leuk. Max gaat het heel goed doen. Die is opmachtig in een zondagochtend kwalificatie in de regen. Mm-hmm. Dus die gaat pole pakken. En die gaat die race van start tot finish leiden en dus winnen. Zo. Daarachter komt Charles Leclerc op de tweede plek. En Lewis Hamilton wordt derde. Dit was alweer de Formule 1 Show. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. We racen zondag om 7 uur. De kwalificatie is om 3 uur 's nachts. Dus die hard. Gaan we lekker allemaal kijken met z'n allen. Daar. 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 Joe.